Zoals u ziet, het is een druilerige donderdagmiddag. We staan hier op een van de rustigste straatjes van Born. Nou, als het goed is, moet dat volgende week allemaal heel anders zijn. Niet alleen het weer, maar vooral ook het lawaai zal wat anders zijn. Want dan vindt hier plaats Sluispop. We gaan eens even praten met de organisator. Michael, vijfde jaar Sluispop. Ja, het is het vijfde jaar, het lustrum van Sluispop. We zijn vijf jaar geleden zijn we begonnen als een idee om Café de Sluis iets meer op de kaart te zetten. Omdat het toch een beetje afgelegen ligt van Born. En ze hebben met een groep vrienden en organisatoren, onderhand band Gasoline, Robert-Jan is daar eigenlijk de medeoprichter van Sluispop. Kwamen met het idee om buiten voor de sluis iets te gaan organiseren met een muziekfestival. En zo is het eigenlijk gekomen. Oké, okay, dus even kijken. Waar komt het podium te staan? Het podium komt eigenlijk achter de kamer te staan, dus vanaf daar tot aan de straatkant komt het eigenlijk naar het podium. Dus helemaal stond het hier op het terras zelf. Nu komt het meer op het einde van het terras, richting straatkant. Oké, okay. Dus en dan anderhalf keer. Spelen ze deze kant op, hier staat het volk. Ja. Hier, daar staat de bak, daar komt een grote buitenbak te staan. Met heel veel vrijwilligers die wat me meehelpen met Sluispop. Dus, ja, want zoiets doe je niet alleen natuurlijk. Hoeveel kun je een beetje idee geven, hoeveel mensen zijn daarbij betrokken? Ik zelf ben er een maand of zeven mee bezig. Van tevoren het voortraject met de band Gasoline en André Zalde van Gelona. Die helpen ook ontzettend veel mee. En de vrijwilligers op die dagen zelf, dat zullen pakkenweg 25 vrijwilligers zijn. Toch, wat me meehelpen. Met tappen en het eten maken en het glazen ophalen en het verzorgen en het opruimen. Dus ja, je kunt zich gek niet meer verzinnen, overal meegeholpen. Nou, hartstikke mooi. Maar ja, dan denk ik zo'n popfestival, als ik denk aan Pinkpop, dat is ook drie dagen. Als ik daar naartoe wil, dan betaal ik €180 voor een kaart. Hier heb ik een gratis festival op loopafstand, drie dagen lang. Iedereen kan komen, dus ook die wat geen geld heeft. Vandaar dat we wel iets meer op de consumptieprijs doen. Niet zo gek veel, maar ietsje meer. Maar daar moet je de onkosten ook van betalen. Maar je wilt het in ieder geval gratis toegankelijk houden voor iedereen. Dus iedereen wat langskomt, die kan het zien. En iedereen wat misschien niet zo goed bij de beurs zit op het moment, die kan ook gewoon naar leuke muziek komen luisteren drie dagen lang. Dat is eigenlijk ook een beetje de inzet van Sluispop. Kun je een beetje inkijkje geven in het programma? Ja, vorig jaar hadden we Janse Baggerband hier staan. We wilden dit jaar eigenlijk we willen een gevarieerd programma geven. Dan begin je eigenlijk met een dag, een algemeen programma. Dit jaar dan een dialect popachtig programma met de tribubands van Rowenhaze, Normaal en Janse Baggerband, daar de tribubands van. Dus eigenlijk een beetje een algemene dag. De zaterdag is altijd de rock tribute night geweest met een rockband, Gasoline, waar we dus mee opgestart zijn en een tribuband van een bekende rockband wereldwijd. En de zondag, eigenlijk een van de leukste dagen, vind ik zelf, waar ik zelf heel veel plezier aan beleef, is de Local Hero Day. Dan mogen bands met lokale uitstraling, lokale bands dus, die mogen hier hun kunst vertonen op een professioneel podium met professioneel geluid. Met als afsluiter hebben we daar Jai the Cat. Eigenlijk wel een hele bekende band, waar onder andere Pukkepop en op Lowlands gespeeld heeft. Nog even een kijkje naar de toekomst. Je zei het al, het wordt elk jaar een klein beetje groter. Wat is het doel? Het doel is dat we ooit een keer op de markt in Born eindigen misschien. Hè? Het zou leuk zijn. Maar Sluispop blijft Sluispop. We blijven gewoon fijn hier. En het wordt mooi. Gisteren was jullie jubileum optreden, 10 jaar Gasoline. En dan ook nog eens op 5 jaar Sluispop. Dat moet wel heel bijzonder geweest zijn. Ja, dat was het ook. Het was al vroeg druk. Mensen die speciaal ook voor ons gekomen waren en om samen met ons een feestje te vieren. En het was echt heel erg leuk en cadeaus gekregen. Wat ja, hadden we niet verwacht. Er waren echt heel veel mensen hier. Heel gezellig. Ja, hoe was het ten opzichte van andere jaren?
Ja. Voor ons was het eigenlijk een speciale dag omdat we ons 10-jarig bestaan gevierd hebben. En het wordt steeds groter, Sluispop. Dus je ziet het meegroeien. Dat is wel heel erg leuk. Ja, dat is heel bijzonder om dat te zien hoe zo'n festival uitgroeit naar echt een festival. Ja. Nou, op een gegeven moment gingen we in de Sluis spelen. En toen kreeg ik na de eerste optreden een telefoontje van Michael, de kroegbaas van de Sluis. En die zei tegen me van, hey, willen jullie nu een keer buiten spelen? Ik zeg, ja, tuurlijk willen we buiten spelen. Ja, maar dan wil ik toch wel een bandje voor hebben. Ik zeg, ja, dat kan, maar wat wil je nou eigenlijk? Ja, ik droom eigenlijk al jaren om een festival te organiseren. En dat voor mijn kroeg te gaan doen. En wil je me daarbij helpen? Ik zeg, ja, dat is goed. Dan kom ik naar je toe en dan gaan we daar eens over praten. Ja, nu 5 jaar verder hebben we een heel mooi festival. Zijn we van 1 dag met 2 bandjes naar 3 dagen met ik weet niet hoeveel bandjes. En het wordt elk jaar steeds groter. En wij groeien zelf natuurlijk ook. Alleen heb je dat zelf niet zo erg in de gaten. Maar je hoort het van mensen dat het steeds beter wordt en steeds strakker wordt. En dat is natuurlijk leuk om te horen. Al vandaag luisteren we nog naar wat plaatselijke bandjes. En we zijn benieuwd waar dit inderdaad toe uit gaat groeien. Goed kijkers, daar staan we 10 dagen later. Weer met de grote man, de Jan Smeets van Born, heb ik al gehoord. Hoe is het gegaan dit jaar? Ondanks het weer op de eerste dag is het eigenlijk heel goed gegaan. Vooral de eerste dag was zonder 3 topbands eigenlijk echt geprogrammeerd, verbazingwekkend, heel goed. Helaas was het net iets te koud denk ik voor de mensen en was het bezoekersaantal iets minder als verwacht. Maar daarentegen was gisteren een uitschieter. Het was gewoon fantastisch om te zien hoeveel mensen hier waren. Hoeveel mensen plezier hebben gehad. En kwalitatief zeer goede bands. Super show. Het licht, het geluid was echt allemaal top. De mensen hadden daar een zin. En de vrijwilligers hebben super hard gewerkt. Het was echt, ik was heel erg trots eigenlijk. Dat je dan zoiets neer kan zetten wat gisteren hier stond. Daar was ik echt ontiegelijk trots op om dat te zien. Nou, dan zit de editie 2015 er bijna op. Kunnen we al een beetje vooruitkijken naar 2016? Komt er weer een Sluispop? Ja, ik heb altijd gezegd, ik ga het 5 jaar doen. En dan ga ik evalueren hoe en wat. Kijk, het risico blijft altijd. Het kost heel veel geld. Ik heb geen entree. Ik heb dit jaar wel iets meer sponsoren als normaal. Je bent afhankelijk van gewoon wat je terug kan verdienen op een ding. Dus, maar we willen wel, volgend jaar heb ik eigenlijk besloten om weer door te gaan. We hebben ook al inmiddels bands vastgelegd voor volgend jaar. Waaronder de Janse Baggerband, die zal volgend jaar weer komen optreden. Uiteraard onze huisband Gasoline zal ook aanwezig zijn. Dat moet gewoon. En we lopen nu nog de besprekingen lopen nu nog om een tributeband van Jewels naar Gasoline te kunnen zetten. Ik denk een van de beste AC/DC tributebands. Een mooi festival, klein maar fijn. Het is groeiende, het wordt groot. Je hebt de ambities gehoord links en rechts. Misschien wel binnenkort op de grote markt van Born of je weet nog een nog groter plein. Maar dit is een mooi festival, het is een leuk festival. En we houden jullie op de hoogte van de groei ervan.